Ik sta vandaag bij de Dorcaswinkel in Zierikzee. Op 1 mei viert de winkel zijn 10-jarig jubileum en daarom heb ik weer een heerlijke taart meegenomen. Kom je mee? Hi, goeiedag. Hi. Ik heb voor jullie een lekkere taart meegenomen omdat jullie een 10-jarig jubileum hebben. Dus ik zou zeggen, snij hem lekker aan. Nou, heerlijk! Ja, alsjeblieft! Het wordt geen groot feest. Iets lekker bij de koffie. En dat is het wel. Het is ook gewoon leuk dat het gewoon open kan blijven, zeg maar zeggen. Ja. Doordat er veel vrijwilligers is. En het is ook ontzettend druk elke keer in de winkel. Ze hebben gewoon de Dorcas ook gevonden. Dus dat is natuurlijk ook al hartstikke leuk. Waar we nu staan, dat was een hele oude schuur en dan stond de kleding stond op pallets. En dan gingen we in die pallets gingen we graven om goede kleding eruit te halen. En die was ook al, ja, die schuur die lekte ook. Het werk koud is koud en al. Oh, dat was afschuwelijk. Ja. In de winter bevroren we er wat. Nou, ik hoop er toch nog wel een poosje te blijven doen. Ja, anders zit je hele dagen thuis en dat vind ik ook. Ja, ik denk dat wil ik ook niet. Dus ik hoop het nog heel lang te kunnen doen eigenlijk. Zo te zien is de winkel helemaal klaar voor het jubileum. Kom jij ook snel langs?